Welkom bij Cambuur TV. Vandaag bespreken we het allerlaatste clubnieuws. Is Lucas Bijker de speler in de spotlight? Nemen Wout Drosten en diezelfde Lucas Bijker het tegen elkaar op met een partijtje voetgolf? Spreken we opnieuw met de supporter van de week? En blikken we vooruit op het duel van aanstaande zaterdag tegen Heracles Almelo? Vorige week woensdag was de talentendag van SC Cambuur. Iets meer dan 2 dagen tijd is het uitvak voor de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen helemaal uitverkocht. Vorige week beleefde SC Cambuur een mooie meet-and-greet avond met haar sponsoren. Lucas Bijker, 20 jaar, linksback bij Cambuur. Ik speel hier al sinds de voetbalschool, sinds ik 8, 9 jaar was. Eén moment waar jij een beetje landelijke bekendheid mee vergaat is de pannen op Jesuit Park. Hoe ging dat? Gebeurt dat zomaar of ben je er naar op zoek in zo'n wedstrijd ook? Ja, ik ben er niet naar op zoek. Maar goed, toevallig ik kreeg die bal. Ik stond 1-1 met hem. Ik wou die bal meenemen naar binnen eerst. Ja, en ik zag hem eigenlijk met zijn benen wijd staan. Ja, nu moet hij er doorheen. Je was vrijdag met het belofte team van Oranje op pad. Je speelde wedstrijd tegen Twente, je won 1-0, speelde 70 minuten. Hoe was het uitstapje voor je? Het is natuurlijk mooi om geselecteerd te worden. Dan heb je ook weer het gevoel dat je zelf in beeld bent bij de bondscoach van het belofte elftal. Ja, dat is misschien ook wel weer een bevestiging dat je goed bezig bent. Dus ja, op die manier kijk je ernaar, dan ga je toch met een goed gevoel heen. En dan heb ik toch een aantal goede dagen meegemaakt daar. Ik denk dat ik gewoon deze lijn moet doortrekken. En dat ik gewoon moet blijven spelen zoals het nu gaat. Ja, en dan zien we aan het eind van het jaar wel hoe het gegaan is. En dan gaan we wel bekijken van hoe heb ik me kunnen handhaven dit seizoen en hoe is het gegaan. Wat zijn je verwachtingen voor het team voor de rest van dit seizoen? Ik denk, wat ik al zei, als we deze lijn doortrekken dat het een heel mooi jaar kan worden. Maar goed, het is altijd afhankelijk van bepaalde factoren. Maar goed, ik denk als we gewoon onszelf blijven, ons spel blijven spelen, dat wij onze hele grote kans maken om direct de handhaving te realiseren. Uh,
Elke week leggen twee Cambuurspelers een route door het stadion af, waarbij ze de bal met zo weinig mogelijk pogingen in een container op het veld moeten schieten. Vandaag nemen Wout Drosten en Lucas Bijker het tegen elkaar op. Ik ben Marijke Boomsma, 48 jaar en ik woon in Leeuwarden, moeder van een dochter van 21 en een zoon van 18. Als de wind goed staat, dan kun je hier in Hoortloon het gejuich, of eventueel niet, maar van het Cambuurstadion, dat reikt tot hier. En dat hoorde ik toen samen met mijn dochter, er werd flink gejuicht toen. Ik zei, ik zou er wel weer eens heen willen, lijkt me wel weer eens leuk. En toen heb ik een los kaartje gekocht, ben erheen geweest en ik was verkocht. Ik ben er één keer en helemaal klaar. De sfeer in het stadion, dat vind je nergens. Dat vind je echt helemaal nergens. Ik ben genoeg uitwedstrijden mee geweest. Nee, het is uniek, echt uniek. En vanaf toen heb ik een halve seizoenkaart van mijn broer gekregen met kerst. Daarna een seizoenkaart van mijn vader. En nu gewoon voor altijd een seizoenkaart. Ja, kan haast niet missen natuurlijk. In Rotterdam tegen Excelsior, de kampioenswedstrijd, zeg maar, toen we kampioen werden. Dat was, dat vergeet je nooit weer. Dat heeft me een jaar van mijn leven gekost. Die ontlading, dat vergeet je nooit weer. En dan de reis terug naar Leeuwarden en daar in het Cambuurstadion. Fantastisch. Het werd een latertje. Het werd een latertje. Ik denk dat ik een uur of vijf of zo op bed lag. Ja, geweldig. Geweldig. En wat is nou in die 3 jaar uw favoriete speler geweest? Of wat is nu de favoriete speler van Cambuur van u? In het begin Ozan Turk. Die missen we nog steeds, vind ik. Die mag zo weer terugkomen. Wat vond u van de wedstrijd tegen PSV? Geweldig, geweldig. Ik heb genoten de hele avond. Ik was erbij. We zaten helemaal bovenin. Dus... kleine poppetjes zag je, dat was wel jammer, maar we speelden PSV een beetje weg. Gezien de start, maar het is natuurlijk een hele korte start nog maar, verwacht ik eigenlijk wel dat we erin blijven. Ja, absoluut. Nou, Henk de Jong, zaterdag de rest tegen Heracles Almelo programma. Geen onbekende club voor jou? Nee, prachtige club. Heb ik zo'n beetje 14 jaar terug ben ik assistenttrainer geweest van Frits Korbach. Ja, dat was gewoon een fantastische, echt een lieve volksclub ook, met z'n allen samen. Maar toen was ook Jan Smit was al voorzitter, die begon toen eigenlijk net. Maar je kan zien wat er in de loop der jaren gebeurd is. Hè. En een van de, onze aanvoerder toen was René Kolmschot, die is nu assistenttrainer.
Dus dat zijn gewoon hele leuke dingen om mensen weer terug te zien. Hè? Ja, zeker. En dan nu de wedstrijd in de Eredivisie, wedstrijd 6. Wat verwacht je van Heracles? Nou, het is een beetje wisselend. De ene keer dan spelen ze vrij ver vooruit. Hè. Dat is ook een beetje de stijl van Jan de Jonge. En de andere keer zakken ze iets in. Dus even afwachten. Dat zien we snel genoeg wat ze gaan doen. Ze hebben wat nieuwe spelers erbij. Of in ieder geval een goede spits erbij. Hè. Mark Boet vind ik een hele goede spits van Heerenveen 2. Dus gaan ze die opstellen of gaan ze niet opstellen? Dus er zijn wel dingetjes die zien wij tijdens de wedstrijd. Of gedurende de wedstrijd wel. Lerend Watte is naar Ajax vertrokken van Heracles. Terug ging dat Erik Bakker dan naar Heracles zou gaan. Dat is niet gebeurd. Ben je er blij mee dat hij hier is gebleven? Kijk, als Erik wel had vertrokken of kunnen weggaan, ja, dan hadden we het niet gelaten. Als je geld kan verdienen als club, en dat is heel, ja, misschien ook heel mooi voor de speler, maar voor ons is dat ook mooi. Ja, dan moet hij weg. Ook al is de laatste dag van die transferdatums. Dus geen probleem. Waar liggen de kansen zaterdag tegen Heracles? Dat houden we even een beetje voor onszelf. Maar er liggen wel mogelijkheden. Hè? Ik laat me er niet te veel over uit. We hebben een paar keer aan het werk gezien. En wij zien mogelijkheden om ons eigen favoriete spelletje eigenlijk te spelen. En dat betekent ook dat we toch vrij hoog druk zetten. En dat we de tegenstander eigenlijk niet willen laten voetballen. Maar dat moet je met Heracles niet doen. En dan met veel pressie op naar de 3 punten? Nou, we proberen pressie te spelen, maar soms zou je ook eens wat teruggedrongen worden. Omdat Heracles toch een goed spel heeft, goed positiespel. Op dit veld, wat hun ook gewend zijn, zullen ze dat ook kunnen doen. Dus we zullen ook wel eens iets terug moeten. Maar de intentie blijft bij Cambuur, en dat is ook onze kracht waar we nu heel veel reacties op krijgen, hè, uit de voetbalwereld, is dat we toch durven druk te zetten, maar vooral ook als we de bal hebben, ja, dat we kunnen voetballen, dat we durven instappen. Nou ja, daar zullen ook clubs weer hun actie op uitvoeren, dus dat we misschien de zijkanten moeten benutten of overslaan. Nou, daar zijn we mee aan het trainen en dan proberen we het hele seizoen wat vol te houden, dat we dat uit kunnen breiden. Nou ja, wij denken dat we aan het eind van het seizoen dan staan waar we moeten staan, dat is boven die onderste 3 plaatsen. In het seizoen 2004-2005 troffen Cambuur en Heracles Almelo elkaar voor het laatst. Cambuur was destijds met 2-1 te sterk. Vandaag kijken we terug naar de ontmoeting van een seizoen eerder. Hogeveen. Roze gaat voor het doel staan. Rudy Jansen komt mee op de rechtervleugelverdediger, haalt uit. En schiet een meter of 2 naast het doel van Cambuur. Heracles won hier vorig seizoen met maar liefst 7-1. 5 goals werden gemaakt door Platvoet. Dit is Schaken. Voor wie is die voorzet? Uiteindelijk voor Slager. En die schiet hem best aardig in. Dit is Henry Bakker. Hij debuteert in de basis bij Cambuur. Hoekschop Heracles. De bal komt uiteindelijk achterin bij Sluiter. En daar staat Jansen. 1-0 voor Heracles na het overstapje van Stegeman. Dat is nog eens lekker terugkomen in de basis. En wat een vrijheid heeft hij. Niemand let op bij Cambuur. Weer een hoekschop voor Heracles. Weer is dat Sluiter. En daar staat Jansen weer. Natuurlijk probeer je het zo nog een keer. Als de eerste bal al succesvol was. Wel onder druk nu. Maar de Vries voor de tweede keer geklopt. Dan Cambuur met de corner. Sluiter wat ongelukkig. En Van Steeg met de aansluitingstreffer. Daar het ongeluk bij Sluiter. En Van Steeg denkt niet na, haalt ineens uit. Cambuur dat uit de laatste 6 wedstrijden 2 punten pakte. Onder leiding van deze De Boer op 2-1. Goed schot van Bronkhorst. En oh, wat een pech bij Leurink. 2-2 is het dan. Omdat Bakker daar attent reageert. Van Loo niet op de bal duikt. En Leurink de bal tegen zich aan krijgt. Slotfase wedstrijd. Daar gaat Sluiter. En Roelofsen is voor het doel. Maar Schotanus houdt de aanvaller van Heracles vast. En krijgt zijn tweede gele kaart. Het blijft gelijk. Beide ploegen wonnen nog niet in de 4e periode. En na vanavond is dat nog steeds zo. Voor het duel van zaterdag zijn nog steeds kaarten beschikbaar. Kijk voor meer informatie op onze website www.cambuur.nl. Dit was Cambuur TV, tot volgende week.